Net als alle mensen verschillend zijn, denk maar eens aan je familie of klasgenoten, zijn ook alle organisaties verschillend. Deze verschillen zijn te vinden op tal van elementen. Organisaties kunnen verschillen qua rechtsvorm, qua cultuur, qua structuur, qua positie in de markt, etc. Er is een aantal kenmerken waarop organisaties verschillen die in deze clip onze aandacht verdienen. We bekijken deze verschillen door organisaties te vergelijken. Daarnaast bespreken we het gevolg dat de verschillende kenmerken van organisaties voor communicatie kunnen hebben. Deze vijf verschillen zijn: grootte van de organisatie, is een organisatie klein of groot, winstoogmerk van de organisatie, is een organisatie profit of non-profit, afnemers van een organisatie, is een organisatie een business-to-business -business of een business-to-consumer organisatie, klantwaarde van de organisatie, wat is de unique selling proposition van de organisatie? Dynamiek in de omgeving. Hoeveel rekening moet de organisatie houden met de externe omgeving? Stel we vergelijken een bloemenzaak met 10 medewerkers met Unilever die bijna 200.000 medewerkers in dienst heeft. Het kenmerk waarop de twee organisaties verschillen is grootte. Je zou kunnen zeggen dat de bloemenzaak valt onder de categorie kleine organisaties en Unilever onder de categorie grote organisaties. Hoe groot je bent, heeft natuurlijk invloed op de communicatie in de organisatie. Als we kijken naar de interne communicatie, dan is die veel minder complex bij de bloemenzaak. Daar hoeven maar tien medewerkers geïnformeerd, geboeid en gebonden te worden. Ook is het waarschijnlijk dat de aard van de interne communicatie wat persoonlijker is, doordat er maar tien medewerkers zijn. De eigenaar en de baas kan zijn medewerkers gemakkelijk allemaal even persoonlijk aanspreken. Voor de directeur van Unilever zou dat maanden duren. De externe communicatie van beide organisaties verschilt ook. Er is bij Unilever en andere grote organisaties veel meer tijd, geld en aandacht beschikbaar voor externe communicatie. Grote organisaties kunnen bijvoorbeeld zelfstandige reclamecampagnes opzetten. Een bloemenzaak heeft niet genoeg financiële middelen daarvoor. Ze kunnen zich tegen betaling wel aansluiten bij een brancheorganisatie, die namens alle leden dan een campagne organiseert. Wie kent niet de befaamde, dat verdient een bloemetje reclames, waarin consumenten worden aangezet om vaker bloemen te kopen. Bij de Bloemenzaak zijn er ook geen mensen die zich volledig focussen op de communicatie van de organisatie. Bij Unilever wel, daar hebben tientallen, misschien wel honderden mensen communicatie in hun takenpakket. Er zijn afdelingen die zich alleen bezighouden met interne en externe communicatie. Organisaties kunnen ook verschillen qua organisatiedoelstelling. Het is dan de vraag of de organisatie een winstoogmerk heeft of niet. Organisaties die als doel hebben om winst te maken, noemen we profitorganisaties. Organisaties die zich niet richten op winst noemen we non-profit. Telfort, Super de Boer, De Blokker, Max, de slagerij op de hoek zijn voorbeelden van profitorganisaties. De Hogeschool van Utrecht, UNICEF en het Wildnatuurfonds zijn voorbeelden van non-profitorganisaties. Het verschil tussen profit en non-profit organisaties zit hem vooral in de inhoud van de communicatie. Profitorganisaties communiceren vaak om ons producten of diensten te laten kopen. Non-profit organisaties proberen ons vaak enthousiast te krijgen voor een ideaal of een gedachtegoed zodat we lid worden of doneren. Organisaties kunnen we ook categoriseren aan de hand van hun belangrijkste afnemers. Sommige organisaties hebben de consument als belangrijkste afnemers, andere richten zich op andere organisaties. De eerste categorie organisaties noemen we business-to-consumer organisaties. De videotheek, het kruidvat en de hypotheekshop. Die de consument helpen om een hypotheek uit te zoeken, zijn hier voorbeelden van. De tweede categorie organisaties zijn Business to Business. De Macro, Unilever, adviesorganisaties, Xerox zijn voorbeelden van organisaties die zich richten op andere organisaties. Er zijn ook talloze organisaties die zowel de consument als het bedrijfsleven als klant hebben. Denk maar eens aan Shell, ING, NH-hotels. We kennen ook de categorie Consumer to Consumer. De verkoop van allerlei prularia op Koningendag is hier een voorbeeld van. En ook Marktplaats is op dit principe gebaseerd. Bij consumer-to-business, de vierde categorie, moet je denken aan een consument die een succesvol idee verkoopt aan een organisatie of een net afgestudeerde CM-student die voor een organisatie een training verzorgt. Als we business-to-business business organisaties vergelijken met business-to-consumer organisaties, dan is de aard en inhoud van externe communicatie anders. Externe communicatie van business-to-business -business organisaties is veel zakelijker. Unilever gaat aan Albert Heijn bijvoorbeeld niet door middel van een televisiereclame vertellen dat ze hun wasmiddelen moeten afnemen, omdat de was dan zo schoon wordt. Nee, vaak wordt via het instrument persoonlijke verkoop gecommuniceerd over samenwerking, voorraden, leveringstermijnen, kwantumkortingen, etc. Organisaties die zich richten op de consument gebruiken eerder instrumenten als reclame of promotie om producteigenschappen te belichten. Een ander kenmerk waar organisaties op kunnen verschillen is klantwaarde. Een ander woord voor klantwaarde is Unique Selling Proposition. Het is datgene waar de organisatie voor staat. Datgene waar de organisatie goed in is. Zo ga je naar BCC als je een lage prijs wilt betalen. Ze beloven immers everyday low prices, high service. En je koopt een Miele-wasmachine als je kwaliteit wilt. Hun slogan was jarenlang, Miele, er is geen betere. Extern, maar ook intern, zal de communicatie inhoudelijk afgestemd worden op de klantwaarde van de organisatie. Veel dynamiek in de omgeving of weinig dynamiek in de omgeving is ook nog een schaal waar we organisaties op kunnen indelen. Voor de ene organisatie is het erg belangrijk om goed in de gaten te houden wat kansen en bedreigingen zijn in de omgeving van de organisatie. Dit geldt vooral voor grotere organisaties met een bekende merknaam. Voor andere organisaties is het in de gaten houden en reageren op de omgeving minder belangrijk. Zo was er een aantal jaar geleden in het nieuws dat er een aantal egels gestikt was doordat ze vast zaten in een McFlurry-beker van McDonald's. Omdat het om McDonald's gaat is het dan landelijk nieuws. Voor McDonald's is het dan erg belangrijk om gepast te reageren om hun imago te beschermen. Was dit de plaatselijke patatzaak in hout te overkomen, dan was het allemaal zo belangrijk niet. Een ander voorbeeld is de vergelijking van de Heineken Musical met het Utrechtse café Dikke Dries. Heineken Musical moet waarschijnlijk veel vaker communiceren met belangrijke publieksgroepen, zoals de pers, de overheid, politie, leveranciers, financiers, vakbonden, dan de eigenaar van de dikke Tries. Je zou dus kunnen zeggen dat voor organisaties de hoeveelheid en de mate van belangrijkheid van communicatie groter wordt als organisaties meer dynamiek hebben in hun omgeving. Kortom, vele verschillen tussen organisaties op allerlei gebieden. Voor jou de uitdaging. Om tijdens je studie, stage en afstuderen uit te vinden welke organisatie bij jou past.